Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. We gaan de perfectum oefenen. We hebben verschillende woorden en we moeten de woorden op de juiste plaats in de zin zetten. En het betreffende werkwoord moeten wij op de correcte manier vervoegen. Laten we eens kijken naar onze eerste zin. Onze eerste zin. We, opbellen is ons werkwoord, hem na het werk. Ik geef jullie ook meteen de juiste oplossing. En we gaan beginnen met we. En dan hebben we het werkwoordje opbellen. Dat is een scheidbaar werkwoord dus. Ja, betekent dat we het in dit geval moeten scheiden. Want er staat geen ander werkwoord in de zin. Dus we bellen hem na het werk op. We bellen hem na het werk op. Oké, zin nummer 2. Ik afwassen meteen na het eten. Afwassen is ons werkwoord. Ik was meteen na het eten af. Ik was meteen na het eten af. We gaan naar zin 3. Hij invullen het formulier zorgvuldig. Hij vult het formulier zorgvuldig in. Hij vult het formulier zorgvuldig in. Ga naar de volgende zin, zin nummertje 4. Wij meedoen aan de wedstrijd gisteren. Kijk naar gisteren. Gisteren is een verleden tijd. Dus dat betekent dat wij ons werkwoord ook in de verleden tijd gaan moeten zetten. We gaan beginnen met wij. Hebben. Dat verandert niet. Het is de rest van het woordje, het andere werkwoord dat verandert. Wij hebben gisteren aan de wedstrijd en nu gaan we meedoen gebruiken. We gaan dat in de perfectum zitten, maar in de verleden tijd. We hebben gisteren aan de wedstrijd mee gedaan. We hebben gisteren aan de wedstrijd meegedaan. Dan gaan we nu naar onze laatste zin, zin nummer 5. Jij uitzoeken een mooi cadeau voor haar. Dit is gewoon tegenwoordige tijd. En we gaan beginnen met jij. En dan gaan we zoeken, als tweede deeltje gaan we vervoegen. Tweede persoon enkelvoud, jij zoekt. Dan al de rest, een mooi cadeau voor haar uit. Jij zoekt een mooi cadeau voor haar uit. Dat waren onze 5 zinnen voor deze video. Een vrij korte video. Laat me weten hoe de oefeningen gingen en willen jullie nog meer van dit soort oefeningen? Laat het me ook eventjes weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze oefening jullie helpt. En graag tot ziens in de volgende.